Hey iedereen, welkom in deze nieuwe weervideo van Noodweer Benelux. Fijn dat u kijkt. Mijn naam is Nicolas en wat voor een prachtige winterperiode hebben we achter de rug. We hebben het allemaal gekregen. We hebben sneeuwvlokken gezien. We hebben rijp gezien. We hebben ijzel gezien. En sommige mensen hebben niks gezien. En dat had alles te maken met een zeer moeilijke neerslagzone. Een LMG, de luchtmassagrens. De grens tussen zachte lucht met regen en koudere lucht met sneeuw. In deze update gaan we even kijken van ja, welk weermodel zat er nu het dichtste bij. En we gaan het ook hebben over stormweer. Storm Isha is nog maar net de deur uit. Overstaat al een nieuwe storm in de steigers. Storm Jocelyn. Ja, je zou maar zo heten. Dat wordt een pittig ding. U ziet onze site noodweer.be en als u alles wil weten rond weer, klimaat, ja, dan zou ik u uitnodigen. Volg ons op YouTube, op socials en uiteraard op de site. De pollvraag van vandaag is een heel bijzondere, mensen. Ik raad iedereen aan om te wachten tot het einde, want u kan er iets mee verdienen. Maar wat dat is, wait and see. Noodweer.be. Ja, wind, dat is een constante. Als het niet wil winteren, dan gaan we de herfst induiken. Onstuimig winterweer. Nu dat winterse, dat mogen we er eigenlijk wel aflaten. De temperaturen zitten in de plus. De hoge plus. Dubbele cijfers, 10, 11, 12 graden, you name it. De komende dagen gaan we dat zien verschijnen. Nu, ik zeg het, als u het graag actueel wil volgen, de site staat open. Dan gaan we even kijken naar het volgende. En dat was de situatie. Heel veel mensen die hebben op onze website ook de sneeuwhoogte ingegeven. Dank u wel daarvoor. En dit was op een gegeven moment op 18 januari de setting. In het noorden van Vlaanderen, weinig tot geen sneeuwval, 0 tot 3 centimeter in een groot deel van Vlaanderen. Hoe meer we richting de taalgrens gingen, hoe meer sneeuw er viel. 5 tot 10, wat zeg ik, 15 centimeter sneeuw. En dan in Wallonië, in de Hoge Venen, een pak sneeuw, 20, 25 centimeter. En ik meen mij nog te herinneren dat er een aantal kijkers waren op mijn livestream en op mijn weervideo's van ja, Nicolas, eerst zien en dan geloven in die regio. Wel effectief, bij deze, er lag een pak sneeuw. Nu, in de gebieden waar geen sneeuw viel, daar werden ze wel getrakteerd op een aantal winterse buien of zelfs sneeuwbuien met de nodige gladheid tot gevolg. Dit, het sneeuwhoogtekaartje, dit gaan we even vergelijken met de output van weermodellen. En het eerste wat we erbij nemen is een Frans weermodel, Arpege, een goed weermodel. En die kwam op 16 januari met deze prognose. U ziet de Britse Eilanden aan de linkerzijde, u ziet België hier, Nederland daar en de sneeuwzone, de LMG, boven Wallonië en zelfs zeer zuidelijk. Nu, als u mij volgt op YouTube via de livestreams of de weervideo's, dan weet u dat er weer video's verschijnen met updates. En in die update, ik denk een weekje geleden zeker, kwam het nieuwe model binnen. Arpege Holy Pepperonis. Met een heuse ja, sneeuwhoeveelheid voor Wallonië. Ik zeg een 20 tot 25 centimeter daar. Dat hebben we eigenlijk niet gehaald. Maar we zagen dat in die weermodellen die positionering van neerslagzones heel tricky was. Zuidelijk, noordelijk, ze wisten het eigenlijk zelf niet. Met als gevolg dat de media daar ook op sprong. En dat het voor heel veel van jullie kijkers zeer moeilijk was om nu te weten wat gaat er nu vallen in de regio. Als u dat ook had, wel abonneer gratis op dit YouTube kanaal. We zitten met bijna 30.000 leden hier. En dat is niet zomaar. Dank je wel daarvoor. En als je het leuk vindt, deze updates, geef zeker ook een blauw duimpje omhoog. Als we de 1000 duimpjes halen in deze update, ja, dan ga ik deze week nog een extra ja, update loslaten. Vrijdag, zaterdag. Moet mogelijk zijn. Dus, weermodellen hadden het een beetje moeilijk 16 januari met die shift van die neerslagzone. En dan gaan we even kijken wat ECMWF deed. Het Europees weermodel. We waren bijna in die periode van sneeuwval. 17 januari, we keken ernaar en u ziet dat ECMWF dan kwam met de focus op Wallonië, wat eigenlijk ook effectief het geval was en bleef. En Vlaanderen, Noordwest-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, delen van Antwerpen, die waren sneeuwloos. In Nederland, ja, absoluut weinig sneeuw, behalve Zuidoost-Nederland, daar viel wel een pak sneeuw. Maar ECMWF die zat er dus, Europees weermodel, eigenlijk vrij dicht op. Maar dat hoeft ook niet te verwonderen, de termijn was dan ook heel erg kort. Het was bijna waarin het moest gebeuren, het tijdsvak, het moment van de waarheid. Dus als we kunnen zeggen, kunnen we ECMWF en Arpeggio, de nieuwe data dan, kunnen we die eigenlijk wel positief beoordelen. Goed, en dan storm weer, Nicolas. Oh. Als het dus niet tot winterweer komt, dan krijgen we onstuimig weer en dan hebben we stormdepressies. De polar vortex op de Noordpool wordt opnieuw wat compact. En dat wil ook zeggen dat de Atlantische Oceaan onder stoom komt. En we hebben een eerste stormsetting met storm Isha die nu richting Scandinavië koerst. En een tweede stormsetting hier, daar is hij. Ja, mogelijk storm Jocelyn. Een pittig ding. Ik zeg het, de dames. Ierland, Britse eilanden in het algemeen 100 tot 120 km per uur in het noordwestelijk deel van de Britse eilanden. Dus na storm Isha met toch al redelijk wat problemen daar in delen van het Verenigd Koninkrijk. En Ierland gaat er nu een tweede richting die regio komen. 120 km per uur, geen idee of u dat ooit al heeft meegemaakt, maar een winst tot daarvan, deze weerman is echt weggevlogen. Met een 55 km per uur, of kilogram liever, ja, toch wel pittig. Twee stormen. Gaat er nog een derde van? We zullen zien. Later deze week, toch maar even opletten, gaan we daar in de lage landen veel van voelen. Niet meteen, wind gaat wel toenemen op dinsdag en op woensdag. Windstoten in het binnenland 70 km per uur. Kunnen we ons nog net aan vasthouden. Aan de Belgisch-Nederlandse kust 80, mogelijk een uitschieten naar 90 km per uur. Mogelijk op volle Noordzee wel opnieuw een stormsetting. Nu, als u nog altijd kijkt naar deze weervideo, super nice. De verrassing komt er zo meteen aan. En ik zou zeggen, neem daar zeker deel aan. Als het u leuke weervideo vindt, geef zeker een blauw duimpje. Absoluut. En kom er gratis bij. Abonneer even gratis. Dan gaan we naar die 30.000. Holy pepperonis. Het gaat vooruit. Dan gaan we even kijken in het weermodel. Het weermodel heet GFS. Of ook wel het Amerikaanse weermodel. En dit is voor winterliefhebbers. Ja, een pijnlijke zaak. De straalstroom op volle toeren. Zuidwest tot weststroming voor hernieuwbare energie, windmolentjes en zo verder. Zeer goed dit. Gaan we even kijken wat er gebeurt richting de 25e januari. Hier zien we 24 januari storm Jocelyn. Schotland, Heeselen daar, 975 hectopascal. En dan gaan we even richting het weekend en dan zien we een vorm van meandering. De straalstroom die heeft neiging om te gaan duiken in Oost-Europa. Kan er mogelijk een nieuwe winterprik gaan genereren. Duiken richting die omgeving. Lage drukgebied gevuld met koude lucht. En een bolwerk, een stormram hier boven Groenland, beukt in op Europa. En dat is de vraag. Heel simpel, of het antwoord liever. Krijgen we wind, krijgen we regenachtig weer? Ja mensen, dat krijgen we. Stabiel en zonnig weer. De winterprik van een aantal dagen terug. Ja, die was daar een mooi voorbeeld van. Er was dan wel wat winterse ongemakken. Maar met die zon erbij, ik teken onmiddellijk. Dus richting die 26 januari opnieuw meer wind. Binnen het Amerikaans weermodel GFS. En dan gaan we even kijken naar die stormsituatie Jocelyn in het detail. En daarvoor gaan we GFS even gebruiken. We gaan even de Benelux markeren. Waar zitten wij? Nog net hier. Zo. België, Nederland, Luxemburg. Valt deels uit de kaart. Ierland, het Verenigd Koninkrijk of Britse eilanden, hoe je het ook wil noemen, ligt daar. Rode kleuren, 80 tot 100 km per uur. Hou je vast aan de takken van de bomen. Wat gaat deze storm doen? Spiciness incoming. Dinsdag, tijdelijke rustpauze, zijn ze heel blij mee. Maar dan, het gaat veranderen in de loop van dinsdag. Zeker richting het middaguur. Ierland in de vuurlinie van storm Jocelyn. Gaat er al windstoten 110 km per uur triggeren in Noordwest-Ierland. En dan trap je hoger. Dinsdag namiddag richting de avondperiode. Oh, wie klopt daar? Op de Atlantische Oceaan. Het is een stormdepressie. Windstoten, ja, gemakkelijk 100, 120 km per uur. Ja, dus pittig. Op volle Noordzee, zuidwester. Of we die threshold, die drempel gaan halen van een storm op de Noordzee, moeten we nog even bekijken. Want windstoten staat voor alle duidelijkheid niet gelijk aan storm. Windstoten, tijdelijke fenomenen en niet de gemiddelde wind. Goed, tot hier. Alles helder. De verrassing, we gaan die er al in droppen. Ja, why not? Oh wee, Nicolas, wat ga je nu hier toveren in deze weervideo waar iedereen kan aan deelnemen, dus ook als u kijkt. We hebben nog een aantal exemplaren. Ja, de weerkalender. Als u een weerliefhebber bent en u wil er niks voor betalen, dat kan perfect, dan kan u die van ons krijgen. Een beperkte oplage die we nog hebben. Ik ging die zelf uitdelen in mijn familiekring, maar ik heb beslist om dat niet te doen en dus eigenlijk uit te delen aan de volgers. Als u een wil, heel simpel. Wat moet u doen? 1. Een duimpje geven en 2. In de reacties. Gewoon heel simpel, zoals een trouw. Ik wil. 2 woorden. Ik wil in de reacties en dan gaan we daar eentje uitpikken. Random. Hou wel onze volgende video goed in de gaten, want dan gaan we ons e-mailadres meegeven. Dan gaan we ook de mensen die gewonnen hebben even in deze weervideo een shout-out geven. Dus hou die absoluut in de gaten. En dan mag u mij mailen. Mailen. En dan komt die weerkalender richting uw regio. Met weerspreuken, belangrijke weerdagen, wat zit er nog allemaal in? Klimatologische gegevens en zo verder. Alles wat u eigenlijk wil als liefhebber. Heel simpel. Reacties, ik wil. Niet met mij trouwen, mensen, want ik ben al bezet. Goed. Dan gaan we naar de weerpluim. En dan zijn we in deze weervideo een mooie 12 minuutjes ver. Ideaal. We hebben de weerpluim centraal België. We zien de komende dagen de temperatuur eigenlijk wat op een rollercoaster zitten tussen de 10 en de 15 graden. Dan een kleine dip, maar dan opnieuw ja, weer iets zachter, 8 graden. En het gemiddelde schrijdt een beetje verder tussen de 5 en de 10 graden. Winterweer, mensen? Nee, boeken dicht. Denk voor januari 24. No go. Niet meer deze maand. Het kan heel simpel zijn, het weerbericht. Hier op dit YouTube-kanaal. Regen? Ja, regen. Als het dan toch niet tot sneeuw wil komen, dan denken ze hierboven, ja Nicolas, we gaan nu nog wat regen geven. Dat is ook altijd fijn. U wordt er nat van. Top. Regen. Beetje wind bij. En we wanen ons in de herfst. Nat. Hopelijk brengt februari nog een winterprik. Mijn verjaardagsmaand. U weet dat ondertussen. Goed, heel simpel. Wil u die weerkalender? Gemakkelijk. In de reactie. Even reageren. Ik wil. En een duimpje loslaten op deze video. En dan gaan we er een aantal uitpikken. Veel succes, mensen. En ja, geniet van deze update. Bye bye.